Welkom bij de eerste aflevering van onze nieuwe serie Geloof je dat? In deze serie kijken we samen naar de verschillende personages in de Bijbel die door standvastigheid in hun geloof hebben overwonnen en succes hebben behaald. Echter wil ik in deze aflevering toch gaan focussen op het tegenovergestelde van standvastigheid in het geloof. En een voorbeeld gebruiken van personages die een gebrek aan geloof hebben gehad. En dit is natuurlijk niet om te oordelen, want dit is ook een voorbeeld van ons elke keer wanneer wij zondigen, hebben wij een gebrek aan geloof. De eerste personages die ik vandaag met jullie wil behandelen zijn Adam en Eva. God heeft de mensheid gecreëerd te beginnen met Adam en Eva uit liefde. God heeft ons gecreëerd zodat wij eeuwig met hem kunnen zijn. Dus was er ook geen dood in het leven, want God is oneindig. Echter wanneer je van iemand houdt Gaat dat gepaard met diegene het geven van vrije wil. Het vrije wil om te kiezen om met jou te zijn of om niet met jou te zijn. Dus als ik van iemand hou, dan maakt het niet uit of diegene met mij is. Als hij ervoor kiest om met iemand anders te zijn, dan ben ik alsnog blij, want diegene kiest het beste voor hem en dat is ook wat ik wil. Waarom vertel ik dit? Nou, namelijk omdat God ons dus heeft gecreëerd uit liefde, heeft hij ons ook de vrije wil moet geven om te kiezen om met God te zijn of om niet met God te zijn. Dat heeft hij gedaan doordat hij Adam en Eva het gebod heeft gegeven om niet te eten van de boom van goed en kwaad. Door wel te eten laat ze zien dat ze niet met God willen zijn en door niet te eten laat ze zien dat ze wel met God willen zijn. Wat betekent het dan om met God te zijn of om niet met God te zijn? We weten dat God de bron is van het leven. Hij heeft het leven gecreëerd. Maar hij is ook de bron van succes, vrede, en geluk. Niet met God zijn is dan ook het automatisch het tegenovergestelde van deze dingen, namelijk dood, stress, pijn, ellende, kwaad. Dus met God zijn en naar zijn gebod luisteren en gehoorzamen betekent leven, geluk, vrede. En niet naar God luisteren en God ongehoorzamen betekent dood, pijn, ongeluk. Dus het niet luisteren naar God of het niet samen zijn met God betekent gescheiden zijn van leven, gescheiden zijn van geluk. En dat is wat er ook gebeurde. Toen Adam en Eva niet hadden geluisterd naar God en toch hadden geet van de bovengoed en kwaad, is de dood de wereld ingekomen. Want sindsdien zijn wij gescheiden van God en leven wij niet meer één met Hem. Uiteraard, door de komst, de dood en de opstanding van Jezus kunnen we wel weer één met God leven. Maar dat is niet waar ik het nu over wil hebben. Terug naar Adam en Eva. Zij hadden gegeten van de boven van de kennis van goed en kwaad. En daardoor dus God niet gehoorzaam. En daardoor is de dood de wereld ingekomen. Maar dat is niet een eenmalige gebeurtenis paar duizend jaar geleden. Nee, ook nu, elke keer wanneer we God ongehoorzamen, komen we in aanmerking met de dood. Hoe dan? Ga maar na. Een van de geboden van God is om niet te stelen. Stel wij stelen wel, want we willen vrij zijn en doen wat we willen, hè, vrij leven. Als we stelen, komen we in de gevangenis. En als we in de gevangenis zijn, zijn we eigenlijk praktisch dood, want hoeveel kunnen we dan nog bereiken? Of een ander gebod: wees eerlijk of niet liegen. Stel we liegen continu, omdat we ja, willen doen wat we willen en of omdat het makkelijk is, dan gaan mensen ons niet meer vertrouwen en ons mensen. Als we niet vertrouwen, kunnen we ook geen relaties opbouwen. En als we geen relaties op kunnen bouwen, hoeveel kunnen we dan nog bereiken in het leven? Zijn we dan ook niet praktisch dood? Of een ander gebod: wees niet verslaafd. Misschien kunnen we denken van hé, hey, ik wil eten en drinken en gebruiken wat ik wil. Nou, ga maar na. Stel je gebruikt drank, drugs of eet wanneer je wilt. Op een gegeven moment leidt dat tot ziekte. En ziekte uiteindelijk leidt dan ook weer tot een fysieke beperking waardoor je ook weer niet alles kan doen wat je wilt, oftewel fysiek of praktisch dood bent. We zien hier dus meerdere voorbeelden van wat het betekent om met God te zijn of om niet met God te zijn. Door naar Hem te luisteren of door niet naar Hem te luisteren. Eén met God zijn betekent leven en afstand van God betekent dood. Kortom, God wil dat wij leven. Hij wil dat we niet alleen eeuwig leven met Hem in het paradijs, maar ook hier op aarde. Daarom heeft hij ons de Bijbel gegeven, een handleiding hoe wij kunnen leven samen met hem. En niet alleen de Bijbel, heeft hij ook zichzelf gegeven en geopenbaard in de persoon van Jezus. Jezus de perfecte mens die zonder zonde was, oftewel perfect het gebod heeft nagevolgd. Helaas hebben Adam en Eva dat gebod niet nagevolgd en is de dood de wereld ingekomen. En niet alleen zij, maar ook wij, elke keer wanneer wij zondigen, zeggen we eigenlijk, ik geloof niet dat God bestaat. Ik geloof niet dat wat Hij voor mij vraagt beter voor mij is. Ik weet wat beter voor mij is en ik doe wat ik wil. Alleen we hebben gezien waar dat naartoe leidt. Gelukkig is onze God genadig en boomhartig en vergeeft hij elke keer. Maar we moeten oprecht brouw hebben. En ook dus oprecht geloof hebben. Proberen opnieuw en opnieuw zodat we met Hem kunnen zijn, kunnen leven, succes kunnen behalen en ver zijn van de pijn en de lende en de dood. Ik wil eindigen met de gezegde van Jezus in Johannes 11. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer Hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Dank je wel voor het kijken.